Terug naar eigen land, want het idee voor het pamflet van Forum voor Democratie, waar heel veel ophef over was, dat zou niet van Baudet zijn gekomen. Nee, het wordt allemaal steeds ondoorgrondelijker wie daar nou achter zit en wat nou een beetje die oorzaak is van de scheuring van Haga met Baudet. Want Baudet die zei echt gisteren tegen NRC dat het juist van Haga is geweest die met dit idee kwam. Hij zou daarover hebben gehad met de bedenker van het pamflet, had vervolgens dat aangegeven bij Baudet en toen zou Baudet hebben gezegd, nou goed idee, doe dat maar. En we weten dat Van Haga juist in de Kamer ook aangaf dat hij zelf ongemak daarbij voelde. En volgens sommigen zou het ook inderdaad dus de oorzaak zijn van de breuk tussen de twee. Ja, Baudet die zegt nu dat het juist zijn eigen idee was. Ja, doet me denken aan voor je. Nou ja, op die poster werd, misschien wel goed voor ons zeggen, om mensen die het al hadden gemist, werd de vergelijking getrokken tussen de coronamaatregelen en de Tweede Wereldoorlog. Er kwam heel veel toestand en gedoe over. Wiebren van Haga zei dat daar dus ook die scheuring was ontstaan. Nu weer dit, hoe kijk je naar al dit gedoe daar? Nou ja, het doet me denken aan voorjaar 2019... toen Henk Otte zich afsplitste van Baudet. Hè. Toen werd er gezegd, nou, het gaat over geld en er is gefraudeerd. En de ander zei weer, Otte zei weer, dat ligt aan Baudet. Dus nu wordt het een soort schimmig spel, terwijl het om zou moeten gaan over dat er een bepaalde grens is wanneer je, nou ja, oppositiepartij bent, desnoods een protestpartij bent, en wat je wel en niet zegt daarover, en op welke manier je dat over de bühne brengt. Dus ja, het is gewoon heel gek dat nu FVD uit 3, 4, 5 partijen bestaat. En de vraag is of je daarmee impact en effect hebt. Want je wil uiteindelijk invloed in de politiek. En ze doen dat voor mij, naar mijn idee, niet op manieren waarbij je denkt van oké, dat gaat goed. Ik denk dat Baudet bewust verwarring probeert te zaaien. Hm. Van Haga heeft al vanaf het begin geageerd tegen dit pamflet. Ja. Hij is notabene zelf militair geweest. Dus de kans dat dit wat Baudet waar is, zegt waar is, lijkt me niet heel groot. Nee. Voorheen zeiden ze nog, eigenlijk vorige week toen die verklaring kwam, van we gaan goed samen optrekken en samenwerken. Misschien is daar dan ook nu dat zeiden ze in 2019 ook. Ja. Dus, nou ja, en Van Haga was er tot een paar weken terug bij. Dus in die zin is het ook weer, hij nam geen aanstoot aan de WhatsAppjes, maar nu dit wel. Dus het is allemaal heel lastig om dat te beoordelen. Maar ja, het is echt over het randje allemaal.